De telegraaf werpt een verontrustende vraag op: staat de carrière van Sineke Peters op het spel? De voormalige vriendin van de bekende artiest Jan Bom en zangeres die bekend staat om haar charmante en lieve imago, staat momenteel onder een vergrootglas door een reeks zorgwekkende gebeurtenissen. Wat begon als een veelbelovende muzikale carrière lijkt nu overschaduwd te worden door persoonlijke en juridische problemen. Onlangs werd het huis van de ouders van Sineke Peters beschoten, een incident dat zorgt voor veel speculaties en zorgen. De Telegraaf meldt dat deze schokkende gebeurtenis samenvalt... met een reeks andere problemen in Sieneke's leven. De belastingsschuld en een tumultueuze scheiding met Jan Bom... die haar beschuldigt van overspel... dragen bij aan de groeiende bezorgdheid over haar publieke imago. Deze privéproblemen krijgen extra aandacht... omdat ze door de familie Peters worden omschreven als volledig onopgelost. De Telegraaf legt ook de link met eerdere incidenten in de familie Peters. Zes jaar geleden werden haar opa... Broer en oom gearresteerd in Nijmegen na de ontdekking van een drugslab. Dit verleden lijkt nu een schaduw te werpen op Sineke, ondanks haar pogingen om deze kwestie te vermijden. Haar reactie op de beschieting van haar ouderlijk huis, evenals de weigering om te reageren op herhaalde verzoeken van het roddelblad privé, versterken de speculaties. collega artiesten bevestigen dat Sineke geliefd is bij een breed publiek vanwege haar onschuldige en sympathieke uitstraling. Desondanks zou de publieke perceptie van haar familie en het verleden van haar familieleden wel eens schadelijk kunnen zijn voor haar carrière. De anonimiteit van sommige bronnen benadrukt de gevoeligheid van de situatie en de impact die deze persoonlijke en juridische problemen kunnen hebben op haar professionele leven. Sineke Peters lijkt gevangen te zitten tussen twee vuren, de behoefte om haar imago te beschermen en de druk om haar familieproblemen te verbergen. De vraag die de telegraaf stelt, raakt een zenuwslopende kern, kan de reputatie van deze populaire zangeres het overleven in het licht van zulke verontrustende ontwikkelingen? Deze situatie houdt het publiek in spanning, waarbij velen zich afvragen wat de volgende stap zal zijn voor Sineke Peters en of haar carrière ooit volledig zal herstellen van deze uitdagende tijden.